Een belangrijk deel van het erfgoed van Surinaamse Javanen is gedocumenteerd. Afgelopen vrijdag is het project Javanen in de Polder overhandigd aan het Brabants Historisch Informatiecentrum BHIC in Den Bosch, Nederland. Het nabijgelegen woonoord, Nieuw Beekvliet, dat sinds de jaren 70 onderdak biedt aan honderden Javanen uit Suriname, moet echter binnenkort sluiten. Maar het erfgoed van de Javaan-Surinaamse gemeenschap blijft bewaard. Verslaggever Sam Jones was aanwezig bij de overdracht van het dossier Javanen in de Polder. Op een kleine memory stick werd overhandigd na een natje en een droogje. Ja, net viel de opmerking aan, het is zo klein. Maar hierin zit dus alles. Alles. En de spoorzoekers die eraan gewerkt hebben. Stichi als organisatie. Het materiaal. Voor BHIC. Voor BHIC. Dank je wel. Het is alweer een andere kroon op ons werk. We hebben namelijk sinds het bestaan van Stichi ontzettend veel gedaan. En dit is wel heel erg bijzonder, omdat wij nu echt in Nederland zijn begonnen om in verschillende locaties het erfgoed van Javaanse Surinamers vast te leggen. Wat wij als erfgoed omschrijven, zijn alle objecten die in het publieke domein zichtbaar zijn. Zoals begraafplaatsen, moskeeën, woonvoorzieningen voor ouderen, de eethuizen en de verhalen die erbij horen. Wat was dat voor een tijd toen de eerste Javanen hier kwamen in 1975 en daarna? Nou, nieuwe toekomst. Met je gezin. Probeer gewoon het beste van te maken. Maar toch laat je dan iets achter. Was even terug in die tijd. Dat plus het beeldmateriaal wat we erbij verzamelen, de foto's, de films, de documenten. Dat vormt het materiële en het immateriële erfgoed. Dit is de USB-stick waarop heel veel documentatie staat. Dat gemaakt is om het leven van de Javaanse Surinamers in Nederland vast te leggen, te documenteren en voor het nageslacht veilig te stellen. Wat gaat u ermee doen? Wij gaan het in eerste instantie bewaren. Want wij zijn archivarissen, dus het bewaren staat bij ons voorop. Maar we bewaren niet zomaar om het te bewaren in het depot. Maar we bewaren het om het juist te kunnen laten gebruiken. Ja, ik heb het meegewerkt als spoorzoekers. En dan, ik ben blij dat ik toch iets heb bijgedragen. En dan, Shirley was ook een van de geïnterviewden. Zij heeft heel veel ervaring opgedaan in het Nieuw Beekvliet. Dus haar verhaal is heel breed. De informatie over het dossier Javanen in de Polder kunt u vinden bij het Brabant Historisch Informatiecentrum op de website www.bhic.nl. Dit was een reportage van Sam Jones.